Hallo allemaal. Ik wilde heel even voordat, voordat ik ergens in juni ga beginnen met Behind the Guitar, een aantal dingen uitleggen als een soort toelichting op de dingen die ik straks ga behandelen. Dit noem ik eigenlijk de Guitar Essentials. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Het zijn de drie T's. De eerste T die staat voor toon, dat is geluid en alle articulatiemiddelen die je kunt gebruiken. De tweede T die staat voor timing, dat is alles wat met ritme te maken heeft, strak spelen en zo. En de derde T die staat voor techniek. Nou, die eerste twee die kun je terugvinden op een aantal YouTube-video's. De eerste toon. Hoe ik dat doe en wat belangrijk is als een beetje een essentieel ding, die kun je vinden in de video articulatie. Vind je op mijn YouTube-kanaal. En string bending, die staat ook op YouTube-kanaal. Daar leg ik heel veel dingen uit over toon, over geluid. Ik speel hier door dat kleine kutversterkertje. In feite kun je dus met zo'n klein ding moet je ook geluid kunnen maken. Daar ga ik ook in die lessen, die trainingen meer over hebben. Over hoe maak je nou hier een beetje een degelijk geluid en hoe zit nou het gitaargeluid aan elkaar. Maar die toon wat ik nu bedoel, dat heeft te maken met de onderwerpen die ik behandel in string bending en in articulatiemiddelen. Dat is toon. De tweede T, timing, kun je ook vinden op mijn YouTube-kanaal. Die kun je vinden bij Rhythm Guitar. Daar leg ik echt van een aantal dingen uit over het spelen in de maat, de notengroeperingen die er zijn, hoe je kunt aanslaan. Nou, dat zijn in ieder geval video's die moet je even checken van tevoren. Dat je ongeveer een idee hebt wat je moet en wel een basis hebben. De derde T, dat is techniek. Daar ga ik nu een aantal dingen over uitleggen en ook voorspelen. Nou ja, goed, techniek dat is een hot item bij gitaar spelen. Dat heel veel gitaristen zijn die dat allemaal interessant vinden. Ik ook. Ik heb daar ook jarenlang ben ik daar mee bezig geweest. Ik ga gewoon heel simpel een aantal dingen voorspelen en uitleggen die je thuis kunt oefenen om de techniek die je hebt, misschien heb je al heel veel techniek, om die te verbeteren, zodat je een beetje mee kunt. Nou, de eerste techniek waar ik het over ga hebben, dat is dan ook tevens de lastigste, althans dat vind ik zelf, dat is alternating picking. Alternating picking is iedere noot aanslaan, neer op, neer op, neer op. Dat heet alternating picking. Ik ben daar vrij laat mee begonnen, op een 18e, 19e, want ik had dat niet hoe dat werkte, dus daar baal ik wel van, want ik heb er heel erg hard op geoefend. Terwijl ik naderhand leerlingen kreeg die mij gewoon helemaal de hoek inspeelden qua alternating picking. Omdat ze op jongere leeftijd waren begonnen. Dus als je tussen de 10 en 12 begint en je hebt de motoriek ervoor en je oefent dat constant, ja, dan is dat het basis voor je. Dus dat is nooit het probleem. Nou, dus voor mensen die dat niet hebben gedaan, en daar was ik er ook een van, is het best hard werken en bijhouden. Goed, maar ik ga heel even uitleggen wat nou alternating picking, hoe je dat het beste kunt doen. Laat ik beginnen gewoon met een noot hier op de D-snaar te pakken. Hoe hou je de plek dan vast? Ik heb sowieso een Jazz 3 van Dunlop. Dat noemt men een heavy plectrum. Die kun je het beste gebruiken. Naar mijn idee een spitse punt. Maar goed, er zijn zoveel filosofieën over dat ik ook niet zeg van zo moet het. Alleen het werkt bij mij zo. Nou, die plectrum heb ik zodanig vast. Ik weet niet of je dat kunt zien. Dat er alleen maar een klein puntje uitsteekt. Nou, dan vervolgens leg ik mijn handpalm leg ik op de brug. En in feite probeer ik de beweging zo klein mogelijk te houden. Dus niet hele enorme bewegingen maken. Maar het zijn gewoon eigenlijk maar kleine bewegingen die wel een soort constantie met zich moeten hebben. Ik laat het even kijken hoe het. En probeer hem ook gewoon heel relaxed vanuit de pols te houden. En gewoon een beetje dat de plectrum tegen de volgende snaar aanvalt. Maar je moet er ook een beetje overheen zweven. Nou, dat gaat in de les er nog wel dieper op in. Maar dat is alternating picking. Hoe kun je dat nou oefenen? Op heel veel manieren. Alleen je ziet zoveel video's over alternating picking. En de een heeft die filosofie, de ander heeft die filosofie. En het zal allemaal best wel kloppen. Maar daarvan maakt het ook lastig. Dit speedpicking, jongen, ik weet niet, ze hebben toch zulke bomen, bossen mee opgezet in het gebouw. Ik ga het even zo simpel mogelijk uitleggen. Nou, wat je kan doen, is je kan natuurlijk wel op één snaar zorgen dat je heel snel. Dat je het heel snel kunt doen. Ja, daar heb je niet zoveel aan, maar het kan voor het gevoel goed zijn.
Het belangrijkste is dat hetgene wat je links speelt synchroon loopt met wat je rechts speelt. Nou, dat kun je oefenen. Daar zal ik een aantal oefeningen voor geven die dat zullen gaan verbeteren. De bedoeling is dat je echt iedere snaar en iedere noot die je speelt, dat je die aanslaat. De snaar sla je sowieso aan, maar oké. Nou, dan krijg je gewoon een chromatisch loopje. Dat gaat zo. Nou, daar kun je vast eens mee beginnen in de positie waar jij wil. Nou, dan probeer je dat gewoon in een ritme te spelen. Gewoon relax. Je kunt het tempo verhogen. Wat ik altijd prettig vind is, ik heb nu geen metronoom aanstaan, is dat je toch een accent speelt. Nou, waar speel ik het accent? Op de eerste noot. Dat je het idee hebt, oké, in dit geval zijn het 16e. Maar zorg dat je altijd een soort pulsmoment daarin hebt. Nou, lukt dat een beetje, dan begin je in de eerste positie en dan loop je als het ware. Zorg dat het synchroon loopt, dat niet zo. Je moet echt die noten die je speelt, moet je horen. Niet meer, niet minder. Nou, dan loop je gewoon omhoog tot de 12e positie, dan krijg je dit. Enzovoort en enzovoort. Het is heel saai, maar het is wel heel effectief, zeker met de synchroniteit. Nou, lukt dat een beetje, dan zeg je, oké, dan draai je de beweging om. Dan begin je hier op de pink, dus je gaat dan chromatisch terug, dan krijg je dit. Dat is het idee. Hier verandert het niet zoveel, alleen hier gaat hij dan beginnen op de pink. Nou, als je dat gaat doen, ga je dat ook chromatisch doen. Dus je gaat naar de 12e toe en weer terug op de D-snaar. Dan kom je één ding tegen wat belangrijk is. Stel, ik zit even hier en ik wil naar de 6e positie. Van de 5e naar de 6e. Dat is niet goed. Want wat hoor je? Ik speel die laatste, die speel ik te kort omdat ik naar de volgende positie ga. Dus hoe los je dat op? Dat los je op door deze noot net zo lang vast te houden tot hier jouw pink weer staat. Dan maak je eigenlijk een stretch, dus je stretch je hand een beetje uit. Dat klinkt namelijk beter dan. Dan krijg je de loop de lijn gewoon door. Dus terug is iets makkelijker. Dus denk eraan dat je die noten waardes, dat die even lang blijven. Nou, lukt dat ook? Dus 4, 3, 2, 1 lukt ook. Nou, dan mag je naar de volgende snaar toe gaan. Dus dan pak je twee snaren. Doe je dit. Dan krijg je dat idee. Dus je hoeft niet zo snel te spelen. Dat is allemaal niet nodig. Maar het gaat zich erom dat je dat gevoel hebt. Nou, lukt dat ook, dan neem je, ga maar door. Dan neem je 3 snaren, 4 snaren, wat je wil. Alle 6 snaren. Dus dan heb je tenminste, dan voel je in ieder geval dat hetgene wat je hier speelt synchroon loopt met wat je hier speelt. Het is niet heel spannend. Het klinkt ook eigenlijk helemaal niet. Het zijn gewoon, eigenlijk zijn het motorische oefeningen. Dus om je motoriek te verbeteren. Wat nou belangrijk is, als je die dingen speelt, zijn ongelooflijk saai. Dus ik kan me voorstellen dat je denkt van, jezus Christus, om hier nou 5-10 minuten vol gefocust mee bezig te zijn, dat is een beetje saai. Maar het is wel belangrijk dat je in de eerste instantie niet te snel speelt, met metronoom, goed op tempo, zodat je kunt controleren of je nog alles goed doet. En loopt dat op een gegeven moment, ja, dan kun je in feite gewoon blijven spelen. Stel, je speelt dat. Maar heel dit kun je gewoon praten, dus dan gewoon dit dingetje. Ik doe nu gewoon 6 snaren eigen voorspelen. En nu weet je zo, dit is. En gewoon kun je met je moeder praten, kijken hoe het op school was of op werk. En je kunt gewoon een heel verhaal vertellen. Ik kan misschien een hele vlog vertellen terwijl ik. Het slaat nergens op. Maar je ziet dus dat ik sta een beetje hard, maar ik kan in feite gewoon die dingetjes blijven spelen. Stel ik wil dit, of andersom. Ik kan eigenlijk gewoon, het is een reflexbeweging, dus het is
op een bepaald tempo is het eigenlijk niet nodig dat je oplet. Want als het goed is, zit het in je systeem. Dus dat wil ik even laten zien. Dus als je dat kan, dan heb je een beetje goed. Het is gewoon een heel gesprek in het voeren terwijl je dat speelt. Nou, wat ontzettend belangrijk is bij alternating picking, is hoe kom je nou van de ene snaar naar de andere snaar? Er zijn twee situaties. De eerste is, je gaat van een neerslag naar een opslag. Dus ik ga, stel ik zit hier op een D-snaar. Ik wil naar de volgende snaar, maakt eigenlijk niet uit hoe ik speel. Dan heb je dus in dit geval, stel ik speel dit in, te maken met een opslag, of met een neerslag en een opslag. Die beweging noem ik een beweging van buitenaf. Die zit eigenlijk van de buitenkant van de snaren. En dat is lastig. Dat is gewoon lastig, want dat kom je toch tegen als je dat zo leeg speelt. Nou, dan heb je een andere beweging. Die zit tussen de snaren in, als het ware. Dat is een opslag en een neerslag. Nou, dat is echt wel iets dat je even door moet hebben. Dat heeft met millimetertjes te maken. Maar probeer altijd op iedere manier dat relaxed te doen. Nou, daar heb ik ook een oefening voor, die zal ik langzaam voorspelen en die kun je dan misschien ook eens oefenen. Die gaat als volgt. Wat je hier op de D-snaar speelt is eigenlijk een chromatisch lijntje. Het is eigenlijk gewoon dat, meer is het niet. Wat bedoel je nou? Je speelt hier een neerslag en iedere keer komt er op de G-snaar een opslag. Nou, ik zal even het figuurtje langzaam voorspelen, want het is een beetje een weird figuurtje, maar dan komt ie. Dus in de eerste instantie speel je dit een beetje. Dan speel je dit. En dan heb je hierboven dus een chromatische lijntje, als het ware. Nou, dat was een beweging neer, op, neer, op. Hetzelfde kun je doen door omhoog te beginnen, dus met de opslag. Dus zo kun je die ding oefenen. Zorg dat het allemaal relaxed blijft. Ga niet van, dat het heel zwaar wordt. Zo, hou je schouders gewoon laag. Adem rustig in. Probeer gewoon op de puls te spelen. Waar op de metronoom staat, op dat tempo. Ga het ook niet gelijk snel doen. Maar zorg dat het gewoon, je spieren moeten los worden. Je moet het gevoel krijgen erin. Verwacht geen wonderen hoor. Het is eigenlijk wel, iedere dag moet je dit soort dingen bijhouden. Goed, dus dat zijn oefeningen voor je alternating picking iets beter te krijgen. Dus dan heb je, dat is een beetje een basis. Dus oké. Een andere techniek, dat noem ik legato techniek. Nou heb ik niet zo heel veel gain hier op dat versterkertje staan. Legato is dat je het meeste met je linkerhand doet. Nou, je hebt van die likjes allemaal van. Weet je wel. Een beetje Joe Satriani C5-achtig. En iedereen denkt, wow, hoe kan dat? Nou, dat kun je ook gewoon heel eenvoudig gaan oefenen. Een beetje hetzelfde principe. Nou, natuurlijk iets anders. Het beste kun je dat doen door een figuurtje te spelen met drie tonen. Dus dat kan zijn, in dit geval. Hè? Dus ik speel 1, 2, 4, noem ik maar. 1, 2, 4. Nou, dan ga je gewoon heel simpel, probeer je stijgend en dalend. Dus je speelt één keer, sla je die snaar aan. Nou, dan kun je variëren. Je kan zeggen, ik doe 1, 3, 4. Of ik doe zelfs een stretch. Nou, als dat een beetje lukt, want dan kun je gewoon herhalen. En dus dan kun je ook weer koffie drinken en zo met de ene hand. Aanwijzingen geven, drinken, roken, blowen. Dan word je wat langzamer. Dus dat kun je gewoon ook zo oefenen. Maar zorg dat je timing uit je linkerhand komt. Dat zijn we niet gewend. Dat gaat zeker van belang zijn op het moment dat je echt dat soort Satriani dingen wil gaan spelen. Want wat heel veel mensen doen is die spieren zijn allemaal met elkaar verbonden. Dus het wordt dan één beweging. Het wordt niet dit. Dus eigenlijk. Maar dat is dan als het ware hier zo met je vingers gaan meetellen. Maar dat wordt dan meer.
Ja, dat is wat overdreven met dat idee. Nou, dus zorg dat je dan met metronoom speelt, maar zorg dat je daar gewoon rechte noten van maakt. 8 of 16, dus echt. Dan op een andere snaar, met een andere vingerzetting. Wat ik eigenlijk doe, ik speel steeds dezelfde beweging. En dan slide ik. Slide. En dan kan ik terug. Slide terug. Ik moet nog een beetje dempen natuurlijk hier. Dus alle variaties die jij kunt bedenken. 1, 2, 3. Maar zorg dat je gewoon duidelijk die puls hebt. Laat niet... Die spieren van die linkerhand die beweging jou overnemen. Jij moet controle hebben over die spieren. Dus doe dat ook wel op dezelfde manier langzaam, zorg dat je dempt. En in feite sla je dan 1 keer per snaar aan. Nou, het laatste stuk waar ik het over wil hebben is dat je als je al een bepaald soort dingen speelt, is het ook wel handig om dingen die je alternating speelt, om die ook met hammer on the pull off te spelen. Stel eens een linkje van... zo'n linkje. Dan speel ik wat anders. Stel dat linkje. Dat sla ik aan. Een beetje de afwisselen. Maar het meeste is alternating picking. En af en toe sla ik hem door. Nou, dat linkje gaat zo. Ik zal hem heel even spelen. Ik sla af en toe een paar keer door. Maar ook is het niet zelf door. Maar met de plek erom. Datzelfde linkje kun je ook doen. Door het niet allemaal aan te slaan, dan krijg je dit. Oh ja, dat was fout volgens mij. Nog een keer. Dat idee, dus dan krijg je het linkje van niet zo snel spelen. Dat klinkt heel anders. Het is ook een hele goede manier om hammer-on en pull-offs te oefenen. Nou, daar heb je ook nog sweep picking, daar heb je ook nog two-hand tapping, maar dit noem ik eigenlijk de guitar essentials, die je per dag gewoon even kunt doornemen voor jezelf. Dus denk eraan de video's waar ik zei. Dus het eerste is tone. Daar vind je video van string bending en de video over articulatie op mijn kanaal Joost de Goosse Musicfulness op YouTube. De tweede T is timing, die vind je terug ook op het YouTube kanaal, Rhythm Guitar. Nou, en de derde was techniek, heb ik net een aantal dingen van voren gedaan en zal ik in de toekomst ook nog heel veel dingen indelen, heel veel oefeningen. Maar het gaat zich even om de essentiële dingen, de essentials. Nou, ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Blijf me gewoon mailen, blijf me gewoon vragen stellen. Maar dit was even als voorbereiding van wat over, ja god, in ieder geval deze maand gaat beginnen, 7 trainingen, een stuk of 7 worden het. Om je gewoon alles uit te leggen van wat is nou echt belangrijk als gitarist. Op fysiek gebied, maar ook op mentaal gebied. Nou, dankjewel voor het kijken. Spread the word zou ik zeggen. Als je mensen kent die het misschien nodig zullen hebben, abonneer je op mijn kanaal. Like Facebook en zo. Ik vind het allemaal fantastisch als jullie dat zo doen. En nou, tot de volgende keer. Dit was even een kort bericht. Ik weet niet of het heel kort is geworden. Dankjewel. Zet hem op. De groeten. Hoi.